Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD4 en morgen. En vandaag ga ik met de ambulance Otaris, gemaakt door Ruben GTA Police Mods, op pad met de IMS mod. Allereerst moet ik even wat kwijt en dat is schokkend voor velen. Want ik ben er echt gewoon aan het denken om gewoon helemaal te stoppen. En waarom nou? Omdat jullie weten dat ik de afgelopen video's wel gewoon zoveel problemen heb met mijn opnameprogramma. Het opnameprogramma van wat ik nu gebruik, dus op dit moment ook, die geeft vaak gewoon tot ik tot het beeld niet gelijk loopt met de audio en tot de audio dan opeens niet meer klopt en tot het beeld dan ook doorschiet of vasthangt en de audio gaat dan weer ver. Ja, het is heel raar. Dan heb ik OBS en dat is ook een opnameprogramma wat vele mensen gebruiken, maar dat geeft alleen maar lag bij mij. En wat ik ook doe, ik heb meerdere tutorials gebruikt om OBS werkend te krijgen. Ik sta hier niet echt handig voor naar rechts te moeten gaan. Dit is trouwens een A2 melding die we hebben, iemand die is wat ziekjes. En dus OBS is hem ook niet voor mij. Nu heb ik meerdere fixes geprobeerd voor GeForce Experience. Werkt ook niet echt. En tot slot heb ik wat heb ik nog gedaan? Oh, dit staat nog aan trouwens. Tot slot heb ik nu een allerlaatste fix geprobeerd die Wandertje mij heeft gegeven, dus ik hoop dat die werkt. Ik heb wel een kleine oplossing gevonden tot het audio niet meer, in ieder geval niet meer gelijk loopt. Goeiedag mevrouw. Wat daarbij wel is dat het beeld dan ook blijft vasthangen. Dus het beeld schiet opeens naar voren, maar de audio die zorgt, die herstelt zich en die blijft gelijk. Dus dat kunnen we eventueel wel doen. En wat het is dat, even denken, dat als dit niet werkt, ja, dan ben ik er echt helemaal klaar mee. En het nadeel is dat het via Handbrake, en dat programmaatje, dat daar moet ik dus mijn videobestand in pleuren en vervolgens moet ik dan een of andere render doen, dus met constant frame per second, zodat hij zich herpakt qua audio en beeld. Kan ik best doen, maar dat duurt dus wel een half uur per opname. Zeker als ik een kwartier lang wil opnemen, zoals deze video waarschijnlijk. Ja, dan ga je zien dat nu gaat het fout geloof ik. Dan ga je zien dat het super lang duurt voordat ik, ja, eerst doe ik gewoon editen, renderen, klaar in een uur of zo. En nu ben ik al bijna 2 uur kwijt. Goed, dat heb ik er in principe wel voor over. Ik heb dit verhaal nu 7 keer verteld. Dat is geen grap. Nu zul je denken, het is de eerste keer dat ik het echt hoor. Ja, dat klopt. Want ik heb 6 opnames weg moeten gooien. Eentje door lag, de andere door lag. Dan weer door GeForce Experience dat gewoon verneukt was. Dan weer tot ik gisteren eigenlijk wel een hele goede opname had. En opeens kwam ik erachter dat ik een of andere rare setting had gedaan in mijn GeForce Experience. Waardoor ik, als ik het zo opende zonder te editen, hoorde ik alleen mijn eigen stem en niet het gamegeluid. En gooide ik het in de edit programma, dus bewerkprogramma, hoorde ik alleen het gamegeluid en niet mijn stem. Dat was super raar. In ieder geval, dit is mijn een dag later een opname. Ik heb weer volle motivatie om door te gaan. Ik praat in ieder geval heel veel. Wat wilde ik nou nog echt zeggen hierover? Ik moest nog 1 ding kwijt. Ja, dat weet ik niet meer wat. In ieder geval, ja. Kijk eens al deze drukte hier op straat. En dat staat ook wel in de titel. Want ik ga niet in de titel zetten ik wil stoppen. Want dat is gewoon wat clickbait. En daar hou ik zelf niet zo heel erg van. Het is in ieder geval een super drukke stad. En dat heb ik namelijk geïnstalleerd. Tot als we dadelijk echt een spoedrit hebben. Tot we echt ons moeten manoeuvreren door het verkeer. En ja, dat vind ik wel erg leuk. Alsof het continu spitsuur is, zeg maar. Dus dat heb ik geïnstalleerd. Dat overal nog wat drukker is. Waardoor het verkeer dus vaak files vormen. Of waardoor er vaak filevorming ontstaat. Deze video gaat in ieder geval niet lang zijn. Waarom niet? Omdat ik gisteren dus echt gewoon 2 uur van mijn tijd heb verspild. Aan continu opnames van 1 kwartier tot 20 minuten. Die ik dan weer weg heb gegooid. En dus ik heb nu ook niet heel veel tijd. Dus ik heb besloten om gewoon dit op te nemen. 1 kwartier lang. Misschien 3 ritten. Dit was de eerste dan.
We zullen nu alleen maar spoedritjes pakken dan hoor. En dan ga ik eens kijken hoe het eruit komt. Door de fix van Wandeltje. Een hele kleine fix. Ik was er zelf nooit opgekomen. Maar goed, wellicht dat hij het wel mijn rennende engel is. Dus we gaan nu in ieder geval retour naar de post. Maar ik neem aan dat we zo meteen wel een melding krijgen. En dat wordt sowieso een spoedmelding. Kijk eens hoe druk het hier nou is. Dit was nooit, hè. Dat beseft dat even. Ja, nu hebben we een melding. Dan nemen we gewoon aan. Dan doen we een spoedrit. Ja. Ja, top. Mooie ruimte gemaakt. Achter die vrachtwagen zie je helemaal niks. Ik zie iets oranjes of rood. Ja. Nu moet ik even appen en rijden. Of ja, appen en rijden. Oké, rustig naar links, want hier is het ook altijd druk met invoegen. En dan kunnen we zoveel mogelijk naar links rijden. Ik hoop dat jullie ook zien dat het veel drukker is dan normaal, hè. En ik vind het super vet. Het is in ieder geval, ik weet niet hoe de mod heet. Het is gewoon een tekstbestand veranderen. Als je het vindt, ik zal zelf ook even ernaar zoeken. Als je Steam hebt, moet je niet de Automatic Installer pakken. Heb je geen Steam, dan kun je de Automatic Installer pakken. Anders moet je gewoon het tekstbestand veranderen en dat staat in de README. Ik ga hier niet draaien midden op de snelweg, ik vind dat zo logisch. Of ja, dat ga ik wel doen, maar hier pas waar eigenlijk een beetje de snelweg stopt. Hier bij de stoplichten, bij de verkeerslichten. Dan kun je wel stellen dat dit geen snelweg meer is als er verkeerslichten zijn. En hier weer wel. Even de parkeerplaats op mensen. Oh, die is hier. Ik pleur hem meteen zo neer. Ik kan wel makkelijk wegrijden. Oh. Zo. Hij is helemaal daarachter, maar je kunt niet met je Ammi op het strand rijden. Dus we gaan wel even rennen. Goedendag mevrouw, ja ik heb geen tijd, ja ik krijg een appje, ik word zo opgehaald voor iets. Dus ik doe dit even, dan stop ik de opname, zet ik mijn pc op standby en dan als ik terug ben dan ga ik weer gewoon verder waar we blijven. Oeh, dit is ernstig, het leven is 18%, hartslag is 33, ademhaling is 10, dit is echt cruciaal allemaal. Dit is een lage hartslag, een heel laag leven om maar zo te noemen, de rest is wel redelijk goed. Oh, saturatie 70% man, dat moet minimaal boven de 94% zijn. We gaan heel snel respiratoire support geven, dus zuurstof. Misschien zelfs, ik weet niet of ze bij kennis is. We gaan even kijken of die ergens mee bekend is voordat we medicatie gaan toedienen. Allergisch voor ibuprofen. Oké, okay. Nou die gaan we niet toedienen dan. Oh, hij is overreden door een fietser. Dus dan gaan we trauma treatments doen. En wonden treatments. En dan gaan we nog een flink wat pijnstillen geven. En andere medicatie voor, wat hadden we net ook alweer? Ja, voor die hartslag en voor de saturatie en zo. Goed, we gaan naar het ziekenhuis waar we A1 naartoe gaan. Het leven is al iets gestegen. Hartslag is mooi gestegen, dat is toppie. Saturatie is ook flink gestegen, dat is fijn man. Collega, ik heb al het werk al gedaan, ook al ben jij de verpleegkundige. It seems you forgot your patient. Ja, nee, die zit in mijn ambu. Goed, ik zie jullie zo meteen als wij gewoon, en jullie merken er niks van, na het ziekenhuis vertrekken. Daar ben ik weer en we gaan meteen A1 naar het ziekenhuis. Ik moet hier even opletten, want we rijden hier opeens zo de snelweg op. Maar dat gaat goed.
Links is erg druk, dus we gaan even rechts. Ja, dat zijn niet echt de richtlijnen natuurlijk. Maar de maan is uit. Gaan we nu naar links. En zo zijn we aangekomen bij het ziekenhuis. En droppen wij onze patiënt hier samen af. Zo. Goed, dus mijn verpleegkundige ook weer erbij. Ja. En dan gaan wij nog één melding doen. En ook hier zullen we die wel meteen weer binnenkrijgen als we hier wegrijden. Ik heb net al even gekeken naar de opname die ik dus voordat ik deze rit maakte heb gemaakt. En daar zat wel weer op het laatste moment, en dat gaan jullie dus ook zien, een tot ik achteruit rijde parkeerplaats op, hebben jullie waarschijnlijk gezien tot ik opeens weer tot het beeld vasthing, vooruit sprong. En vanaf dat moment kwam de audio niet meer, ging de audio niet meer goed lopen. Maar dat was een heel klein puntje en het valt niet echt op. Misschien als je ziet dat ik in het menu ben aan het scrollen, tot eerder het geluid, of dat ik eerder scroll dan dat je het geluid hoort. En nu naar een persoon die is aangereden door een auto, en dat is hier niet heel ver vandaan. Zo gaan we nog even heen. In ieder geval voor nu is het probleem dus niet verholpen, maar is deze opname wel nog te doen om te laten zien tot nu toe. Maar ik zit er nog steeds mee. Ik vind het super jammer. En ik heb zoveel zin om voor jullie op te nemen en allemaal gave nieuwe auto's te laten zien en dat soort shit allemaal. Maar het is niet leuk als jullie gewoon naar kut kwaliteit zitten te kijken, omdat het niet werkt. En nu heb ik ook een beetje lag. Dat kan ook komen omdat ik natuurlijk al de hele tijd mijn pc aan heb staan. En dan wordt het allemaal wat warmer en... Ik zet hem even zo neer, een beetje fend off. En dan gaan we eens kijken. Goedendag, hoi. Ja, we gaan eens kijken meneer. Persoon aangereden door auto. Eerste ingreep, hij ligt op de grond. Hij... Of eerste... Ja, hij ademt wel. Hij knippert met zijn ogen. Niet echt heel veel schade te zien aan de auto. Leven is niet goed, ademhalen of hartslag is wel goed, een beetje verhoogd. Nou, is niet is om je zorgen over te maken. Ademhaling is 13, is goed. Saturatie 90 is wat verlaagd. Dus we gaan even beginnen met wat dat. Nou, aangezien een auto-ongeval is of een aanrijding is geweest, zullen we ook wel wat wonden zien. Meerdere wonden, cruciale bloedingen en hij is een beetje slaperig. Dus dan gaan we... Wonden treatments. En pijn of medicatie geven. En dan gaan we deze meneer in verband met zijn cruciale bloedingen zo snel mogelijk naar de ambulance of in de ambulance leggen en richting ziekenhuis gaan. De politie zat ook wel te plaatsen moeten komen. Om alles te onderzoeken, maar de auto is al weggereden. En die rijdt ook snel weg. Dus, collega achterin.
ziet toch echt dat die versneller wel een beetje effect geeft op de op het GTA verkeer. Als je, dat heb ik laatst al gezegd geloof ik, als je hem op het goede moment aanzet, bijvoorbeeld in zo'n file, stel nou ik zit hier en ik kan hier niet tegengesteld, ik zit achter die gouden auto daar zo, dan en dan zet je op het goede moment je versneller aan, dan, dan gaat hij wat naar voren rijden, anders blijft hij staan hoor, totdat het groen licht wordt. Als die Mercedes nou een, ja keurig. Als die witte auto nou blijft staan. Goed opgelost, moet je alleen niet weer naar voren gaan rijden, links vrij, rechts vrij. Oh, en mevrouw, ja. Zo. Dan zet ik hem hier neer. En dan ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En tot het niet een hele erge ramp is om daarna te kijken. En dan zie ik jullie graag over een paar dagen of over een paar weken of nooit meer. Ja, ik ga mijn best doen om het te fixen en het zo leuk mogelijk voor jullie te maken. Maar het speelt allemaal niet echt mee in mijn humeur. Dus...